Nou, dat vond ik een heel bijzonder vraag, want ieder kunstenaar heeft een andere reden. Ja, dit is. Als u terugkijkt naar het verleden, kan je ook vragen waarom zijn de mens ooit begonnen in de grot te schilderen? En dan vanaf die tijd is er een andere, misschien, samenstelling van omstandigheden. Ik werd thuis heel erg gestimuleerd als kind. En mijn moeder was kunstenares. Ze had ook op de academie gezeten. En we hadden boeken, kunstboeken. En er hingen schilderijen aan de muur. En ze was bevriend met kunstenaars. En ze stimuleerde ons te kijken door iedere keer dingen aan te wijzen. Zeg, oh, kijk daar, moet je daar naar kijken. De wolkjes, of kijk naar dat huis. En ja, dan leer je kijken. Ze kan ook heel veel verhalen vertellen over kunstenaars en Michelangelo, Leonardo, Ghirlandaio. En ze wist wie de leraar was van wie. En ja, ze had altijd grappige verhalen. En soms dacht ik dat dat ver familie was in Italië. Dus het was leuk om te ontdekken dat dat echt personen waren van heel lang geleden. Ja, dus er lag overal papier en verf en je kon altijd wat pakken. En ja, dus als kind was ik ook, ik had heel veel belangstelling. Dus ze heeft gezorgd dat ik op een cursus zat in een plaatselijk kunstcentrum. Maar er was toen geen kindercursus, dus ik zat tussen volwassenen stillevens te doen. En ja, dat was heel apart. Want nu bijvoorbeeld heb je echt specifiek, bijvoorbeeld bij de vak, de kindercursus en echt gericht op je leeftijd. Maar ja, ik vond het allemaal prima. En mijn vader was meer technisch, maar die was ook bezig met kijken, want hij kon alles repareren. Dus mijn herinnering aan mijn vader is dat hij, als iets kapot was, dan ging hij het openmaken en gewoon kijken, kijken, kijken. Dat hij iets kon ontdekken en dan handelen. Dus ook een soort creatief handeling. Ja, dus. En ja, er was op een moment waren we op bezoek bij een vriend van mijn moeder. Vriendin. En zij was getrouwd met een kunstenaar, John Farron. En best wel bekend kunstenaar in New York. En het huis was vol met schilderijen en doeken overal. En zijn zoon, zij was aan het opscheppen over zijn vader van, mijn vader is professionele kunstenaar. En ik dacht, nou, dat wil ik ook zijn, ooit. En ik werd gestimuleerd op school. En ik zat op high school en ik kon cursus doen in New York bij de Art Students League, heet dat toen. En ik ben later naar de academie gegaan in New York. De Cooper Union. En ja, het was een fantastische school. En ja, New York bruiste van de kunst in de jaren 70. So, dus ja, dat was gewoon voor mij een vis in water. Het is heerlijk. Nou, ik schilder al jaren. De laatste jaren werk ik vaker met mozaïek. En dit werk is meer een mengsel of een samenkomst van twee technieken: schilderen en mozaïek. En schilderen, ik vind dat je alles kan. Het is nooit uitgeput. Dus sommige mensen zeggen: oh, schilderen, kunst is dood. Nou, dat is niet zo. Misschien zeggen ze het nog een keer, maar het is nooit, nooit uitgeput. Mozaïek geeft mij de kans om met verschillende materialen te werken. En steen, glas, keramiek. En ja, dat fysieke vind ik heel fijn. Het is ook fijn om toe te passen bij groter werken, zoals in kunst in het openbaar. Want het is zo weersbestendig.
De twee werken die ik heb gekozen zijn in de collectie van het Prinshof Kaart Figuratief van Johannes de Raam, 1675. En het is een ets met een prachtig mooi houten lijst. En het tweede werk is een recent werk van mij, die staat hier. Segmento, geïnspireerd op Ravenna. En het is acryl op doek met een houten lijst met mozaïek, glas en steen en spiegels zit erin. En waarom deze twee? De Segmento is mijn meest recent werk en het is echt voor mij een soort ode aan Ravenna, waar ik vorig jaar workshops heb gevolgd en verschillende keer op bezoek geweest en heel veel inspiratie opdoen. En Kaart Figuratief is een blik in het verleden van Delft. En ja, misschien de eerste overeenkomst is de lijst, een heel uitgesproken lijst. En ik wist heel lang dat ik een bijzonder lijst wil maken voor dit werk, maar ik wist niet precies hoe. Daar heb ik heel veel mee geworsteld. En die Kaart Figuratief heeft er toch wel een soort push gegeven van ja, zo kan het ook. En zo kan je iets toevoegen dat toch wel dat meer waarde geeft. En als ik over nadenk, dan komen steeds meer interessant contrasten bij en vergelijkingen, overeenkomsten. Niet alleen dat het inspireerd is door één plek, maar ook bijvoorbeeld de perspectief. In Kaart Figuratief is het hoog, vogelvlucht, wat ja, ze hadden geen vliegtuigen toen, dus het is een prachtige soort verbeelding dat je moet de stad visualiseren van boven. Mijn werk is meer van heel laag perspectief, van onder, zeg maar, een soort alsof je op de grond staat en kijkt naar planten die groeien. De Kaart Figuratief, er zit een element van groei in, want we weten nu dat de stad veel groter is, maar toen past het in de kaart, zeg maar. En nu weten we, de stad is zo en zo en zo groot. Dus een soort momentopname van een groeiende stad. En voor mij is Segmento ook, het is een segment. Je zou het kunnen zien als één deel van een heel cirkel. Dat er nog een stuk bij komt, nog een stuk bij, nog een stuk bij. Of dat die groeit omhoog. Dus dat de verlenging van de perspectief. Ook, ja, als je voor die Kaart Figuratief staat, dan kan je ook dwalen in al die straatjes. En het is zo leuk, dan herken je plekken en steegjes en sommige gebouwen. En andere natuurlijk zijn verdwenen, maar dan heb je een soort blik, een soort tijdmachine heb je. En in mijn werk, het is ook de bedoeling dat je daarin dwaalt. En het is niet één vorm die helemaal uitgesproken de hoogtepunt is. Er zijn wel wat momenten, maar het is de bedoeling dat je daarin dwaalt. En ja, die kleine vakjes die stellen voor een steen. Dus er is ook een soort dubbel bodem in van wat is wel en niet geschilderd. Wat is wel en niet mozaïek. In Kaart Figuratief, hoe meer ik over lees en leer, is dieper en fascinerend. Want er werkte, geloof ik, 5 of 6 mensen aan. Johannes de Raam was alleen die etser, maar er was een ontwerper, lijstenmaker, iemand die alleen het lijst heeft verguld. En een uitgever, want het is een ets. Ook in de lijst zelf, dus heel veel symboliek. Dat is allemaal na te lezen. Ieder onderdeel heeft een symbolische betekenis. En in mijn lijsten dacht ik, ja, dat zit ook, wat is mijn symboliek? En de glas wat ik gebruik, dat zijn twee soorten groene glas van een wijnbodem, van een wijnfles. Nou, wijn, Italië weer. Dus het is voor mij ook een beetje
geheime symboliek. Die glas, als je het gewoon op een platte ondergrond legt, dan is het niet zo doorschijnend. Niet zo doorschijnend als je het tegen een raam zou zetten. Dus er zitten spiegels in. En dat zie je niet op eerst gezicht, maar bepaald licht dan kaatst het echt goed door. Bekaart figuratief. Dat glas is natuurlijk een moderne toevoeging, maar dat vergulding, dat heeft ook een soort glans. Ja, het is heel belangrijk. Het is overal, in Nederland tenminste, is het, vind ik, een hele goede plaats hebben. Sowieso, als we terugkijken in de geschiedenis, wat een rijke geschiedenis van kunst in Nederland. Voor mij als schilder is het heel belangrijk om dan te kunnen werken, teruggetrokken in mijn atelier. Heel intiem, gewoon niks, geen afleiding. En dan wat er tot stand komt, is belangrijk dat het gezien wordt. Dus je hebt een soort privé bezigheid. Je hebt de openbare kunst. Dat vind ik best wel goed vertegenwoordigd in Nederland. Dat mensen op straat, overal in verschillende wijken, is er kunst te zien. En dus dat is een openbaar aspect. En dan heb je wat ik noem kunst in wording. Amateurs, mensen die houden van, willen lessen volgen en zo. En dan zijn ze echt actief bezig. Ze investeren hun tijd en geld. En ja, het is toch een soort fijne teken dat kunst gewaardeerd wordt. Door ja, dat je het zelf wil doen. Niet alleen te kijken, maar te doen. Net zoals bij sporten. Krijg je een soort iets terug voor sporten. Je voelt beter je lichamelijk en je misschien goed met mensen omgaan. Ja, bij kunst, als je er tijd in steekt, dan, ja, dan krijg je toch een soort andere verrijking van hoe je kijkt en hoe je ziet de wereld om je heen. Als individuele mensen beter voelen en kunnen communiceren hun gevoel, dan heeft dat effect op degene die om hem heen zijn. En misschien is het niet zo dezelfde als een nieuw beleid voor beter housing of zo, maar ja, alles begint bij de individu. Daar is zoveel op te noemen, want ja, als ik weer terugdenk aan de schoolperiode, dan ik had een lerares die was getrouwd met een kunstenaar in New York. En ze nam ons mee naar zijn atelier en ze liet films zien en zo. En een van die films was van Hans Nammes over Jackson Pollock. En in die film zie je hem aan het werk en je ziet hem op glas werken. Je ziet de kamer van onder, je ziet Jackson Pollock, zo stenen en verf. En dat was zo, wauw, wat is dit nou? En hij op een gegeven moment is hij heel lang bezig en dan op een gegeven moment zegt hij, ik ben contact met het werk verloren. En hij veegt het weg. En hij begint opnieuw. En ik dacht, ja, het is zo organisch contact met een werk. Dat is toch zeker bijgebleven, want ook al ziet mijn werk niet zo oud, maar dat idee van heel erg contact met je werk. En soms betekent dat je niets kan doen, dat je geen contact hebt, dat je moet weer zoeken, andere dingen doen, maar dat een werk zo'n verlenging is van jezelf.